Yo, Dennis, ik heet Denske en welkom bij deze nieuwe video van Call of Duty 4 Remastered. En ik heb eindelijk de ability geunlocked om eigen classes te maken. Dat was zo lullig, want in mijn vorige video behaalde ik level 3, maar bij level 4 kun je pas je eigen classes maken. Dus ik ben eindelijk level 4 geworden, ik heb een paar classes. En we gaan spelen met de AK-47. Geen attachments bij de rest, want die heb je dan in geen lock blijkbaar. Beetje jammer, we zijn nu level 5 dus. We gaan even kijken of wij dit kunnen winnen. En dit is op de map Crash. Dit is toch wel een van de all-time favorites, denk ik, voor veel mensen. Oh, rennen, pas op voor granaten. En er zijn altijd een paar plekken waar ik weet dat mensen mee zullen komen. Dus dat kan ik mooi in de gaten houden. En in ieder geval, die vorige video die we hebben gedaan, die allereerste match, dat was op een vrij saaie map. Dus, oh, sterf. Als we vrij saaie map, ik kan er niets aan doen. Dat was mijn eerste match, dus ja, dan heb ik het niet echt in de hand wat voor map we krijgen, natuurlijk. Oh, jij zat al die tijd op... Oh, jij vuile rat. Op de container. Dat is een heel bekende container. Een heel bekende. En dan gooide ik in het begin ook een granaat naartoe, maar toen zat hij niet. Hij zat nou wel. Wow. 3, 2, 1. Vangen! Hopelijk is hij raak. Boom! Nope! Helaas. Oké, daar zat hij weer. Weet je wat we doen? Daar heb je iets voor. Oh, wacht. No. Er zijn zoveel plekken waar enemies nou zitten. Wie zal ik eens eerst killen? Got him. Oh, je rattenzoon! Zo! Nee! Zoveel mensen. Jesus. Ik kan ze niet allemaal tegelijkertijd afschieten. Ik wilde die klootzak bij de container dood hebben, maar... Er zit natuurlijk weer iemand anders helemaal boven. Oh, granaat! Oh, die was van ons. Iemand die helemaal bovenop zit, die dan mij weer heeft natuurlijk. Because why not? Je kunt trouwens heel mooi granaten boven op dat gebouw gooien. Dat gaan we zo meteen eens proberen. Our UAV is online. Zoiets. Hopelijk gaat die lukken. En komt die... Oeh! Ik heb bijna zelfmoord gepleegd. Soms komen die granaten naar beneden. En dan ben je de lul. Dus daar moet je rekening mee houden. Hopelijk kijk ik niet daar. Oké, fuck. Ze zit hier boven. Another one. 3, 2, 1, kom dan. Jij wil pieken, ik weet het je. Ik wist dat je wou kijken, dat willen ze allemaal. Dat willen ze allemaal. Oh, no, snel. Fuck. Oké, daar, we doen daar. Shit, er is een enemy hier. Oeh, net op tijd. Oké. Hoppakee, en we hebben onze chop, joh. Zo doe je dat. Even concentreren, kills maken en dan iedereen uitmoorden die in je pad komt. Wel verwachten, er zit iemand. Oké, die is al weg. Er zat iemand in de buurt. Easy peasy, lemon squeezy. Dit is echt het hoofdgebouw waar iedereen continu naartoe gaat. Zolang je daar rekening mee houdt, dan komt het wel goed. En... Wat? Jullie... Hoezo hadden jullie die airstrikes overleefd? Die airstrikes waren letterlijk op zijn hoofd. Oké. Zit er iemand? Easy. Ik blijf hier gewoon ook staan ook. Fuck it. Nee, fuck it. Ik ben niet zo'n typetje, jongens. Ik ben geen hater. We gaan ze opzoeken. Nou... Jezus, die fucking extra. En die zijn friendly, maar die zijn zo annoying. Oké, zullen wij C-cappen of niet? Ik ben bang dat ze mijn rug spannen als ik C-cappen. Maar ik ben een teamspeler, jongens. Ik doe het allemaal voor het team. Ik heb alles voor mijn team over. Weet dat ze mijn rug spannen, de enemy zo meteen. Please. Oh. Oeh, jongens. Ik heb het gefixt. Zijn jullie trots op mij? Ik ben stiekem trots op mezelf. Weet je wat ik bang voor ben? Ik ben bang dat ze in... Ja, zitten... Op dat, oh. Hoezo overleefde jij daar? Kom dan. Kom terug. Hij bleef serieus. Ik had verwacht dat hij terug zou komen. Hij bleef gewoon staan daar. Fuck it. Ik heb niets te verliezen. Ik heb een hoop te verliezen. Zit er iemand hierboven? Deze enemies zijn echt behoorlijk slecht. Oh my god. Ik vind deze echt geweldige enemies. I love them. I love them to bits. No. Who killed... Oh, dat was een geweldig. Hoe snel had hij mij dood? Tering, dat was echt. Dat was bijzonder snel. Oh, en ik ben dood. Yep. Dat was niet. Dat is geen leuke spawn. Dat was bullshit. Oké, ik heb vermoeden dat we daar komen. Ik heb spijt dat ik de granaat gegooid had. Die hadden beter kunnen bewaren voor B. Daar liep er al een. Je bent echt. Ik zweer het je. Ik heb Call of Duty 4, de originele. Heb ik echt 35 uur gespeeld. Of 35 dagen. Ik weet gewoon zeker dat deze anders aanvoelt. Dit is niet de originele Call of Duty 4. Je bent zo snel dood hier. Dat is niet origineel. Het maakt niet uit, maar het is niet origineel. Dat wil ik even gezegd hebben. En dan maak ik nou double kill.
Nou, helaas. Ik had gehoopt dat ik een auto op zou blazen. Enemy UAV is airborne. Shit. Ah! Maar kom even. Ah, jij hebt een wondergeluk, hè? Dan schoot je weer een mis met je quickscope skills. Kom dan. Kom dan. Wait for it. Nee, dan. En ik ben er vandoor. Er staan niet te veel teams bij elkaar. Nee, ik ben ook iemand die dan wil kijken, weet je wel. Even piek. Even één keer. Securing me. Ik schoot precies tussen twee mensen in, hè. Ik weet niet of je het zag. Ik snipte de eerste. En ik schoot tussen de eerste en de tweede door. Met mijn tweede squad. Oké, die Nate wordt sowieso double kill. Wat? Hitmarker, really? Really? Oh, en ik... Ah, ik moet reloaden! Wat een timing! Ja, sniper, ik wist het. Ik zag het al, met die achter zijn oudje zag de pieken zo... Als een vieze rat zo, net erbovenuit, dan weet je gewoon dat je fuck bent. Ik denk, misschien krijg ik een lucky headshot. Nope! Dat moet je niet verwachten van een AK. AK is een wapen waar gewoon letterlijk dit doet. Dan schiet je geen rechte lijnen mee. We staan al wel 30-8 in de eerste ronde. Dat is best wel nice. Dit kan een mooie match worden. Veel potentie. Ik zit alleen te twijfelen om een andere class te gebruiken. Ik wil een subby nemen, maar dit is geen subby map. We kunnen misschien wel een M4 nemen ofzo. Hebben we een M4? Ah shit, nou, ik heb geen red dots. Fuck. Ik heb wel een M16, maar ik heb dan nog geen red dot gunlock. Dus. Oké, deze kant vind ik fijner dan de andere kant. Ga aan de kant, ja, rattenzoon, ga weg! Laat me er langs! De plek die we allemaal kennen. Easy. Je moet hier wel oppassen, want ik kan hier heel makkelijk gesniped worden. Als er iemand gewoon op dat muurtje ligt te aimen met een sniper, en ik kom daar met mijn hoofd bovenuit, dan BAM! Was die dood of niet? Ja, toch? Ja. Ik weet niet waar de snipers zijn. Ik verwacht... Oh, er komt een enemy aan. Netjes. Ik verwacht dat enemies daar zijn eigenlijk, maar ik zie niks. Ik durf alleen ook niet verder. Oké, we gaan verder. We hebben rook! Dat is zo chill als je rook doet, hè, zo'n rookgranaat. Er is geen thermal. Je hoeft niet bang te zijn dat er een of andere sniper een gek attachment heeft en door de rook in kan kijken. Want ik ben zo snel dood in deze game. Dat is zo fucking kut gewoon. Maar zoals ik al zei, je hebt in ieder geval niet dat mensen... Zo'n lucky ass sniper thermal dingetje hebben. Oh. En je dan volgens door de rook heen kapot knallen. Maar hier heb je dus gewoon de mensen across één kogel schieten in mijn dood. Ik vind dat belachelijk. Ze moeten echt iets doen aan die time to kill. Want dat is niet origineel. Fix die shit. Alsjeblieft. Oeh. Get him! Oh no. Ik zie niks meer! Ik wil iets zien! Ik wil C4 gooien. Ik verwacht dat dit gaat werken. Dus alsjeblieft, gun mij dit geluk. Gun mij deze hier. Nope. Oh my god, really? Really? Rennen. Ah! Oké, we hebben het overleefd. Ik wil zo'n mooie C4 kill maken. Nu heb ik C4. Dat heb ik anders nooit. Dit is mijn kans. Jesus, teammate. Maar moet die weg? Als we hier blijven, dan gaan we sowieso... Oh, nope. Nope, nope. Er was een enemy daar. Oh. Serieus? Wacht even. Ik ga even mijn airstrike doen. Waar doen we die? Doen we daar. Geen idee of zin heeft. Oh, no. Ik doe de airstrike half over mezelf heen. Hey, helikopter inbound. Let's go. We gaan richting die 60 kills, boys. Die 60 kills incoming. What's the miss? What's the miss? Come on, zeg! That is some bullshit right there. Okay. Oh. Come on. Easy. Easy. En... Ah! Oh, nog eentje B. Ik zie hem niet. Ik moet reloaden. Oh, no! Ze hebben airstrike. Pas op! Ze mogen geen chopper krijgen. Dat gun ik ze niet. Alleen mezelf. Ik ben egoïstisch, jongens. Hey, dat is toch niet egoïstisch, trouwens. Want... Het is voor het team, jongens. Ik gun mijn teammates al het succes, maar de enemies gun je niks. Zo werkt het. Ik ben echt... Ik kan er zo slecht tegen dat je één kogel fucking dood bent. No, ze hebben mijn chopper neergeschoten. How dare you?
How dare you? Oh. Oké, hij is dood. Ik kan mijn granaten, man. Die kun je dus niet wegstoppen. Als je granaten in je hand hebt, dan moet je hem gooien. Het is geen Semtex. Oh, en ik zit vast. Heerlijk. Oké, dit wordt mijn multikill. Dit wordt mijn awesome multikill. Nope, die ligt op de, op de fucking muurtje. Oké, poging 2. Nope, ook geen succes. Het was te mooi om waar te zijn. Hallo. Hier was iemand. Oh, die is hier om het hoekje. Waar is hij? Waar is hij heen? Hoe kon je mij snipen? Jij was fucking snel. Dat was badass. Die killcam was bullshit, hè? Want dat was allemaal rook door die airstrike. Dus. Hoe hij mij kon zien, vond ik echt knap. En. Eén burst, hè? Eén burst. De M16 was OP, maar dit is fucking bullshit. Eeuw. Maar ik vind sowieso alle wapens gewoon OP, nou. Je bent gewoon te snel dood. Kom dan. Kom dan. Kom dan, kleine rat. Uh-oh. Uh-oh. Mayday. Speel dood. Speel dood. Nee, ik ben de lul. Dat was echt een geweldige play. Gewoon die flashbang gooien. Perfect gespeeld. Wel een beetje kut voor mij, natuurlijk. Oké, deze granaat wordt zo mooi gegooid. Kijk, dit is jongens een klasse granaat. Hij was raak. Oh, dat was awesome. Ah, nee! Jij hoerenkind. Oh mijn god, hoe lang lag je daar op de grond? Het begon zo goed. Zoveel potentie. Zoveel deads nou op rij. Zo jammer. Oh. Hoe snel? Ik wou nog springen, maar hij sprong niet. Ik had weer mijn granaten, man. Dat is weer wat hem dan redde. En dat ik niet kan schieten omdat ik een granaten in mijn klauwen heb. Easy. Ah, ik kan hem niet, never mind. Ik dacht erop wat. Enemy UAV is airborne. Enemy UAV! Ik moet een andere. Enemy UAV, oh, wacht even. Granaat gooien. Koeken. En. Losing Charlie. Ik heb een karke. What? Zo kut, hè. Ik schoot ook behoorlijk scheef, dat is zelfs mijn eigen schuld. Dat is gewoon kut. Oké, okay, we gaan. Wauw, kom. Snel naar boven. De match is bijna afgelopen. Ik kon 60 kills. Hoe lang duurt dat nog? Enemy UAV is airborne. Waar zijn de enemies? Hoeveel moet ik nog? Ah nee, dat lukt nooit, man. Ik moet nog 6 kills. Waar de fuck was jij dan? Waar de tyfus zat jij? Waar? Waar kom jij vandaan? Hij was waarschijnlijk onder mijn doorbox niet. No! Airstrike, fuck de. Fuck de. Net dat ik daar nog dood ga, dat ding. Enemy helicopter! Heb je me niets meer aan, vriend? Het match is afgelopen. Nou! Er staat letterlijk een enemy voor mijn neus. Het begon zo goed. De eerste match was serieus echt fucking nice. De tweede, of ja, matchronde. De tweede ronde is dan weer kut, weet je. Dan 18 deads. Dat is fucking veel deads. Ook nog niet eens de 60 kills die ik wilde hebben. Helaas, maar het was wel een leuke match. We zijn level 7. We hebben nu eindelijk onze attachments unlocked voor die wapen. Dus dat is nice. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze gameplay. Als je het leuk vond, laat een like achter. Abonneer voor meer. En hopelijk tot de volgende keer weer. Houdoe!